Normaal gezien stonden ze nu ergens op een of ander podium te schitteren in hun Silver Lining Tour. Maar helaas, kijk, al het materiaal staat nog op stal. Jammer, maar ze kunnen natuurlijk wel nog babbelen. En dat gaan we zo meteen doen met Wout en Sylvie van Silver. Never felt this way before. Since a smile at the door. To let me fall in love again. Al die handen voor Silver! Maak eens, 20 jaar Silver. Dat is een ongelooflijke periode. En wat een jaar om dat te vieren. Zeg. Ja, erg hè? Als we dat hadden geweten, ja. Hadden we gewacht tot 25 jaar. Ja. We waren er al sinds klaar voor. Ja. Ja. De show stond helemaal klaar. 20 jaar Silver, daar hadden we toch wel een klein jaar aan gewerkt, ja. Muzikaal, organisatorisch, alles goed voorbereid. Alle nummers opnieuw opgenomen. Ah, het is echt een topshow. Ja. Topshow. Topshow, ja. Maar dat komt nog. Ja, ja, ja. Dat ja. Hebben ze nog ja. Te goed. Ja, zeker. Jaar geleden is het allemaal begonnen en ik heb gehoord dat dat blijkbaar op een strontzatte avond was. Uw woorden. Ja, zoiets toch wel. Ja, dat was in een club, in Illusion, waar hij altijd draaide, elke week. Ja. En hij is dan naar mij gekomen en hij vroeg van ja, zing jij nog? Want ja, hij wist dat van Sylvie Melody. Ik zeg ja, af en toe thuis, maar niet echt professioneel of zo. Hij zegt ja, ik heb een liedje en ik wil dat doen en ik wil dat jij dat zingt. Ik zeg ja. Oké, maar ik wil niet dat mensen dat weten dat ik dat ben. Dus dat is eigenlijk heel, heel stom gebeurd, een toeval. En dat werd dan een hit. En ja, dan konden we niet anders dan ja. Zeggen dat, ja, dat ik dat was dan. Maar, ja. Ja, zo is het gegaan, inderdaad. Ja. We hadden wel een deal. Van goed, ik zal dat inzeggen voor u. Ik kon nogal doordrammen. En we gaan dat uitbrengen, maar geen hoes, geen foto's. Niemand mag dat weten. Goed, geen probleem. We brengen die plaat uit. Niemand wist dat zij dat was. Werd dat toch wel een knoertje dan niet zeker? Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè? Het ging bij één ding blijven, bij Turn the Tide, en dan ineens hang je aan elkaar vast en voor een heel lange tijd. Ja, nee, dat is mooi gezegd, ja, op een manier. Ja, ja dat ja. Is wel, ja. Ja, maar dat is een avontuur dat we allebei, we hebben er wel over gepraat, van oei, gaan we dat doen? Maar we hadden er allebei, hadden we wel snel door dat dit echt een unieke kans was. Ja. Dus we zijn op die trein gesprongen en die is beginnen bollen. We hebben 5 keer de wereld mogen zien, ja. 2 miljoen cd's verkocht. Fans in plaatsen dat je niet wist dat mensen rondliepen. Oh. Maar bon. Het was intens. Ja, jullie hadden eigenlijk vrij snel al succes in het buitenland. Hè. Dit doen jullie waarschijnlijk aan denken. Al die flightcases, vaak samen op hotel, in bussen, vliegtuigen. Hoe houden jullie dat vol? Goh, dat was vooral de beginjaren was dat heel zwaar. Wij werden echt geleefd toen. Dat ja. Was, toen waren wij heel de wereld aan het rondreizen en zaten grotendeels altijd in Duitsland. En dat was echt ja, 1 dag in de week valies verwisselen en terug. En dat was wel een beetje te zwaar. Dat op momenten, ja, lichamelijk ook gewoon af en toe, dat het lichaam zei van stop, nu blijf je thuis en rusten. Ja, en dan, allee, voor mij persoonlijk, dat was heel zwaar, maar langs een andere kant heb ik er ook vergeten van te genieten. Je was meer bezig met werken dan eigenlijk er stil bij te staan van wat wij hier aan het doen zijn. Dat is gewoon te zot, want in onze tijd dan, hè, 20 jaar geleden,
dan sprak men alleen maar in België over rockbands die de wereld rondtoerden. En die hadden dan een tour in Amerika, 5 shows in kleine cafetjes. En dat werd hier bekeken als van, wauw, wat is dat en wat dat die doen, dat is zo graaf. Maar wij zaten echt gewoon elke dag in een ander land. En wij zaten ook in de States en Canada en China en noem maar op. Ja. En over ons werd nooit gesproken. Dat was maar dance. Ja. Terwijl dat wij eigenlijk het grootste exportproduct van België waren toen. Ja. Noteer dat dus, even. En jullie waren serieus op elkaar aangewezen, hè? In het buitenland, heel vaak samen. Hoe goed hebben jullie elkaar nu leren kennen? Beter dan we zelf zouden willen. Ja. Denk ik. Ja, ik zeg dat altijd. De Wout is meer mijn broer dan mijn eigen broers, eigenlijk. Ja. Ik ben daar veel closer mee dan mijn eigen bloedverwanten. Zijn er nooit romantische gevoelens geweest? Hier hebben we de vraag dat weer. Is ongelooflijk. De vraag, ze moet gesteld worden. Ja, ja. Ik heb altijd het gevoel dat ik de mensen teleurstel als ik nee zeg. Ja, dat is echt. Hè? De mensen verwachten, die verwachten dat echt. Ja, ik ga nu ook een traan laten. Ja. Ja. Nee, we zijn geen Too Unlimited. Nee. Bye. Nee, maar het is wel waar wat ze zegt. Ja. We hadden natuurlijk een heel goede platenfirma. Dat was de platenfirma waar Too Unlimited ook bij zat. En een heel, heel strenge baas van de platenfirma. Die met Too Unlimited alles al eens had meegemaakt wat niet gezond is binnen de groep. Dus we zaten op de eerste rij en we hebben daar wel het geleerd. Ja. We begonnen vrij snel door te hebben dat we een beetje de lotto gewonnen hadden en dat we het alleen maar zelf naar de knoppen zouden kunnen doen. Ja. Ah, dus hebben we dat niet gedaan. Oké, dat is wel cryptisch omschreven. Ja. Dus je hebt dat een beetje tegengehouden dan. Ah, is dat fout? Dat je mij te vertellen? Ja. Sylvie Junior. Ik kom daar zo klaar, mesje zo. Dat zou pas een primeur zijn. Nee? Ja, stel voor. Nee. Broer en zus is de beste omschrijving. Ja. Jullie staan er meer dan ooit. Jullie hebben ook een nieuw nummer uitgebracht. Losing My Religion. Hallo, klassieker van formaat. Waar die keuze? Ja, wij vinden dat sowieso wel leuk om een klassieker in een ander jasje te steken. We hebben dat met ABBA ook gedaan, met Lay All Your Love On Me. We krijgen er soms wel commentaar op. Hè. Er gaan altijd wel mensen zijn die zoiets hebben van daar blijft af, dat is een heilige graal, gelijk dat ze zeggen. Maar bij ons gaat dat niet om het beter te doen. Bij ons is het vooral, dat zijn klassiekers, dat zijn topnummers. De jeugd van nu kennen die nummers niet. En wij zitten nu eenmaal in een dancewereld dat heel populair is bij de jeugd. En als je dan een klassieker kunt terugbrengen in een dancejasje, dan kent de jeugd of wordt de jeugd in contact gebracht met de nostalgie van vroeger. Ja, jullie zitten ook nu bij een nieuw label, bij dat van Dimitri Vegas en Like Mike. Hoe is dat zo gekomen? Ik ken de jongens eigenlijk al van hun beginjaren, toen zij in Illusion kwamen draaien met een vaste discotheek. En ja, we hebben elkaar altijd blijven volgen. En het was Dimitri zelf die met het idee op de proppen kwam van kijk, is dit niks waar jullie iets in zien? Hè, een samenwerking. En we zouden dat dan uitbrengen op ons label. En verder, ja, ik zou graag iets doen met een van jullie zilvernummers. Dus het verhaal is nog niet af. Ja, we zijn al iets begonnen. En die samenwerking verloopt zo vlot met Smash the House, het platenlabel. Een heel energieke, jonge ploeg. Leuke visie op de muziek ook. We voelen ons recht op ons gemak. Ja. Dus ik denk dat dit het begin is van een lang verhaal. That's
we hebben het nog niet gehad over jouw klein uitstapje uit Silver. Je bent er even uit geweest. Had je dat nodig voor jezelf? Ik had dat persoonlijk echt wel nodig, want wij leefden op zo'n snel tempo. En ik ben daar op een heel jonge leeftijd in beland bij Silver eigenlijk. En ik vond van mezelf dat ik persoonlijk niet echt kon groeien. Omdat je zit constant in een bubbel. En ja, ik wou zo even terug het normale leven en persoonlijk een beetje groeien en wat dingen verkennen in mijn leven, wat dat mij boeide, buiten het hele showbiz-wereldje. Maar natuurlijk, ja, dat bleef kribbelen, hè. Ik merkte wel snel van, ja, nee, dat is toch echt wel wat ik wil doen. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more. Toen Silver dan weer samen was, na het uitstapje, heb je dat dan gevoeld, wat, dat er zo een beetje nieuwe zuurstof kwam? Ik voelde vooral dat haar soloplaat een gigantisch ei was, dat dringend gelegd moest worden. En we zaten effectief met Silver op een dood spoor. We hadden geen vreugde meer in wat we deden. En toen zij naar buiten kwam met haar soloplaat, zag ik terug de vrolijke, energieke Sylvie van het begin van de jaren Silver. Ja, dat was heel hard nodig, denk ik. Ze is daar niet alleen als mens, maar ook als zangeres doorgegroeid. Want toen dat we haar daarna terug in de studio kregen, was dat... Wauw, die is stilgezeten. Ik las ergens dat jij ook vond dat je soms alleen maar gezien werd als dancebabe en dat dat jou toch wel een beetje tekort schoot. Ik had er wel een probleem mee, omdat voor dance was het altijd... Het is maar een dancezangeres en er werd veel aan gesleuteld in de studio en zit die live op een podium en die kunnen niet zingen. Dus voor mij was dat wel een grote frustratie om van die stempel af te geraken. Heb ik echt heel veel moeite moeten doen. En nu, na 20 jaar, is eindelijk de stempel weg. Dus eigenlijk, bottom line, we doen er nog eens 20 jaar bij. Misschien zelfs 40 jaar. Hè? Hoe ziet u zelf dat op het podium staan? Binnen 20 jaar. Ja, pas op, ik blijf positief. Hè. Ja, de vraag is gewoon, wie gaat wie duwen dan in zijn kerkje? Ja, pas op, dan ben ik... Ja, dan ben ik 60. Als Tina Turner dat kan, dan kan ik dat ook. Voilà. Voilà. Dat is gesproken. Maar dan beloof ik dat ik dus voor het podium toch een dansje kom doen. Dat is goed. Daar rekenen we op.